Welkom bij het Autoview Nieuws van vrijdag 7 februari. De dag dat de veelbesproken Olympische Spelen in Sochi begonnen zijn. En ja, we hebben het over de Olympische Spelen en echt werkelijk waar alles op dit moment gaat erover, Marleen. Ja, zeker. Google heeft vandaag de zogenaamde droedel zelfs aangepast. Oftewel het plaatje wat je ziet als je de startpagina van Google opent. Ja, ze hebben sporten in regenboogkleuren boven het Google-logo gezet. Zelf zeggen ze erover, het beoefenen van een sport is een menselijk recht. Iedereen moet kunnen sporten zonder discriminatie. Een goed initiatief, vind ik zelf. En voor Google. Vind ik ook. Ja, en dan nog even over Sochi. De huidige Mr. Gay Vlaanderen, Tom Goris, heeft zich ook uitgesproken tegen die anti-homo-wet. Hij zegt, iedereen heeft het recht in alle vrijheid in een samenleving te leven. Je hebt maar één leven, verpest het niet. Ja, en daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens. Maar nu even wat anders. Gisteren zag je in onze uitzending van het Autoview Nieuws hoe Tom en ik gezellig popcakes aan het bakken waren. Dat was een feest, hè? Bij Luc Wessels, de organisator van I Love Popcake. En vandaag laten we je zien hoe het feestje zelf was. Er is een deel 2, Marleen. Er is een deel 2. Ik kijk er nu wel naar uit. Daar komen we. Nou, we zijn er hoor, naar 532 popcakes. Nou ja, echt wel goed gedaan. Ik zeg op naar de 42ste? 42ste. 42ste verdieping. Ik ben nog nooit zo hoog geweest met jou. Feest op grote hoogte. Spannend, nou, hoor. Kom. Nou, het wiebelt ook een beetje. Voel je dat? Maar niet. Ja, het wiebelt een beetje. Kom op. Popcakes, daar zijn ze. We gaan linksaf. Gaan we linksaf? We gaan, ja, voor. Kom maar. Vinden jullie een popcake? Oh, ja, zeker, ja. Ja, goed? Ja, heel goed. Wat maakt dit dan zo leuk? Van de mensen. Waarom zijn dit andere mensen dan in... De locatie. De locatie. Dat is een zo gaaf een locatie. Dat is zo gaaf, is. Alleen de lift is al een beleving. Eerste keer. En wat vind je ervan? Geweldig. Geweldig. Wat vind je zo geweldig? Het uitzicht. Ja? De mensen. Oké. Alles. Ik vind het allerleukste feestje van heel Den Haag. Waarom? Omdat Den Haag heeft helemaal geen leuke gayfeestjes. Of had helemaal geen leuke gayfeestjes. En nu dus wel. Oké. Dit is wat Den Haag nodig had. Waarom is het zo belangrijk dat Den Haag echt een eigen gayfeest heeft? Het is gewoon heel belangrijk zodat mensen hunzelf kunnen zijn. Het is al een moeilijke wereld waar we in leven. Het wordt steeds erger. Je denkt dat Nederland heel open en veilig is. Maar tegenwoordig is het niet zo veilig meer. Dus het is altijd heel fijn als je op een feest zoals dit jezelf kan zijn. Maar heb je me nog niet bedankt voor de popcake? Dat is wel lief, hè? Dan gaan we nu verder feesten. En daar staan we dan achter de bar en we willen heel graag de I Love Popcake cocktail maken. Dus ik ga hem één keer voordoen en daarna kijken of ik het onthouden heb en dan mag ik hem zelf maken. Vaakpak van 1 maand 60 persoon. Ik heb ook een beetje qua zetten. Ja, okay, pak ook een maat van je vodka. Schrijf je mee thuis. Nou, moeten wij. 1, 2, 3, ook klaar. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, klaar. Gewoon erbij. Hoppakee. Gaat goed. Ja. Oké, zo. Gaat die Tom schudden. Hey. Hey. Nou hè, nou wat goed hè. Nou Luc, alsjeblieft. Spannend moment dit. En?
Ja, dit is net limonade. Nou, dit is toch goed. Maar ik denk als je er een paar op hebt, dan dat je niet meer van de kruk afkomt. Waar is Tom nou weer gebleven? Tom! Ze heeft een nieuwe roeping gevonden. Nou ja, ik denk dat Tom en ik nog even cocktails achter de bar gaan maken voor iedereen hier. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Nog een hele fijne avond. Wat was het gezellig, hè? Ja, we hadden het heel gezellig. En nu komt het goede nieuws, want I Love Popcake krijgt een zusje. Wat leuk. Genaamd Cotton Candy en dat is in plaats op zaterdag 15 februari. Nou, en nu komt het allerbeste nieuws. Vertel. Wij geven kaarten weg. Oh, mag ik mijn opera momentje doen? Doe je opera momentje. And you get a card. And you get a card. And you get a card. Hoe krijgen we ze ook weer, Marleen? Even op onze Facebookpagina kijken. Einde van de week is het altijd leuk om terug te kijken op de afgelopen dagen van het OUTV Nieuws. Ja, maar dan hebben we het natuurlijk vooral over onze zelfgemaakte bloopers. Ja, en ja. Ze zitten er allemaal in. Christina. Koen, jij, Jasper. Nou ja, iedereen behalve ik natuurlijk. Tuurlijk. Verder hebben we helemaal niets. Maar blijf vooral kijken. 1 op de 2 LHBT's die gediscrimineerd wordt, voelt. DeGeneres. De Franse regering heeft het... Oh, zo jammer. De Franse regering heeft het wetsvoorstel namelijk op de lange... Uit recent Europees onderzoek blijkt dat 1 op de 2 Vrijdag bestond het Haagse straight friendly feest I Love Popcake een jaar. Op de 42e... Sorry. Dit was het dan, het OUTV-nieuws van vrijdag 7 februari. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken en een fijn weekend. Doei, dag! Doeg! Hey Tom, ga je dit weekend nog schaatsen kijken? Ja, natuurlijk. Sven Kramer, hè? Sven. Hup, Sven.